Hoi en leuk dat jullie kijken. Ik ga vandaag een What's on my iPhone doen. Ik heb een iPhone 7 Plus met een heel schattig hoesje met allemaal sterren, glittertjes en zo. Deze komt gewoon van AliExpress. En ik ga jullie laten zien wat ik allemaal op mijn iPhone heb staan, want daar heb ik heel veel vragen naar gekeken. Dus laten we maar gewoon snel beginnen. Het is sowieso echt een hele fijne mobiel, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Als ik hem ontgrendel zie je dit en ik heb een lila-achtige achtergrond met hi, hello, hola en hey. Die vond ik wel heel erg leuk. Nou, en als ik hem ontgrendel kom je hierop. Is een beetje de basis, weet je wel. Niet echt boeiend wat hier allemaal staat. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn mail, mijn fotoalbum, camera, kaart en klok. Weer, nou ja, hartstikke spannend, 22 graden. Lekker koud. Notities, herinneringen, weet je wel, dat soort dingen. Dan heb ik hier een klein mapje met, ja, ik heb hier een computertje staan, want dit zijn een beetje, ja, ik noem het gewoon prutjes. Een mapje met prutjes. Dit is gewoon een beetje de niet echt boeiende pagina. Ja, en dit kent iedereen wel op een iPhone. Dan gaan we naar rechts. Oh, ik heb trouwens hieronder altijd mijn telefoon staan, want als ik even iemand snel wil bellen, dan klik ik daar hier heel snel hier op. Dus ik vind het fijn dat ik dat hieronder altijd al heb staan. En dan heb ik hier gewoon Google, berichten, gewoon sms en zo en WhatsApp. Dus laten we verder gaan naar de volgende pagina. Hier heb ik namelijk alles wel in mapjes. Ik heb hier bijvoorbeeld FaceTime. Nou ja, dat gebruik ik eigenlijk niet. En voor de rest heb ik alles in mapjes. Hier zie je het eerste mapje hier een heel stom vierkant smileytje. Maar dat komt omdat het ook een prutmapje is. Ik heb hier bijvoorbeeld, ja, echt van die dingen waarvan je denkt, ja, wat moet je ermee? Ja, dus hier heb je eigenlijk niks aan en dit staat eigenlijk al op de iPhone zelf. Dus ik gebruik het allemaal niet, daarom ook zo'n random smiley. Dat gebruik ik gewoon niet. Nou, dan heb ik hier een mapje met social media. YouTube, nou ja, dat is vanzelfsprekend. Snapchat, Instagram. Op Instagram heet ik Floor Delven. Nou, daar kun je me vinden. Oh, ik heb mijn wifi uitgezet. Maar daar kun je me op vinden. Dan Facebook, United Wardrobe. Nou, voor de mensen die United Wardrobe niet kennen. Het is een app waar je kleding op kan verkopen. En dat doe ik dan ook. Nou, en dan kom je hier op je homescreen, wat je allemaal kan zien. En dan ga ik naar mijn kledingkast en daar heb ik ook nog van alles staan. Dus ja, je kan me gewoon vinden op @floordelver. Ik heb al best wel aardig wat verkocht, dus als jij nog van je kleding af moet, is dit super handig. En ja, ik vind het echt wel fijn. Maar ik heb nu ook mijn Instagram account waar ik kleding verkoop. En dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dat is United Wardrobe. Nou, Netflix, dat ga ik straks zeker weer doen. Ik ben helemaal verslaafd aan The 100. Nou, NPO, dat deed ik voor Wie is de Mol. Want echt, I love Wie is de Mol. Telegram, Messenger voor Facebook. Nou ja, dat soort dingen weet je wel. NOS, RTL XL, Videoland en Spotify. Dus dat is eigenlijk wat ik hier bij mijn social media mapje heb. En dit gebruik ik ook echt altijd. Dus dit is echt mijn belangrijkste mapje. Die heb ik daar. Nou, dan gaan we hier naar Boy. Ik heb hier een mapje met Boy. Met eigenlijk allemaal kleding apps. Of gewoon dingen wat je kan kopen. Bijvoorbeeld kansveiling, weet je wel. In ieder geval H&M, Pull & Bear, Zara, Asos, ASOS, hoe je het ook wil uitspreken. Fashion Chick, Mango, Rombe, Express, Bershka en Veilingen. Nou ja, als ik me verveel ga ik lekker hierop en dan ga ik allemaal dingen in mijn winkelmandje pleuren wat ik toch niet ga kopen. Maar weet je wel, inspiratie opdoen. Dat doe ik in dit mapje als ik me gewoon verveel. Dus dat is dit. En dan ga ik hier naar overig. Ik heb hier namelijk allemaal apps. Ja, wat niet echt een naam heeft. Bijvoorbeeld reisplannen van NS. Nou, simpel voor mijn abonnement en zo. Buienalarm als het gaat regenen. Even kijken of het gaat regenen. Nee, het gaat niet regenen. Ik vind het altijd wel fijn om even te kijken. Tiki, Tui, spelletje. Dit is echt een top. Ik heb geen spelletje op mobiel. Dit is mijn enige spelletje. Mijn vriend die gaat altijd op mijn mobiel om dit spelletje te doen. Dit is Mario Run. En als je Mario Bros nog kent van je Nintendo, ga dit downloaden. Dit is zo leuk. Nou, en Google Maps. Dus dat heb ik eigenlijk in overig. Dus dat. Nou, dan heb ik hier allemaal boekjes en gelddingetjes, weet je wel, van die smileys. En als je daarop klikt op dat mapje, dan zie je eigenlijk een beetje de, ja, hoe ga ik dit noemen? Daarom heb ik ook smileys. Dit is een beetje een plan- of werkmapje, weet je wel. Want dit is bijvoorbeeld van mijn werk. Woendenlist is om taak. Ik weet niet of je dat kent. Nou, en dan had ik hier bijvoorbeeld geld overmaken, 10 euro. Nou, dan klik je erop en als je geluid doet, hoor je ping. Dus dat is gewoon een soort planning op je mobiel. Heel fijn. Nou, Gmail, Join. En dit is een influencer iets. Dus niet heel
bijzonder nog en mijn agenda. En die gebruik ik echt elke dag. Dan heb ik hier een mapje met inspiratie. En hier heb ik WeHeartIt en Pinterest. En vroeger echt was ik verslaafd aan WeHeartIt. Toen kwam Pinterest en dat is nu echt mijn ding. Dus ik kijk daar vooral heel veel quotes of inspiratiedingen. Dus ik zit nu vooral op Pinterest. Dat heb ik in dat mapje. En dan denk ik wat iedereen het meest interessante vindt, waar ik de meest vragen op heb gehad, is dit mapje foto bewerken. Nou, dit zie je allemaal. En het lijkt heel veel allemaal, maar ik gebruik echt maar 2 of 3 dingen hiervan. Dus eigenlijk kan ik ook heel veel wegdoen, maar je weet het nooit. En wat ik eigenlijk altijd gebruik is Fiasco Cam, PicsArt en Snapseed. En ik kan jullie het allemaal wel eventjes laten zien snel. Nou ja, ik denk dat Fiasco Cam iedereen wel kent. Ik heb hier bijvoorbeeld een foto, een selfie. Nou ja, hoe ik dat dan bewerk is gewoon, ik kies een filter uit. En dat verschilt heel vaak. Of ik doe A4, of ik doe HB2. Of deze vind ik ook heel mooi. Of HB1. Dus ik kijk een beetje hoe. En dan klik ik hier op belichting. En dan ga ik dit gewoon allemaal langs. En ik doe maar een beetje wat. En zo heb ik dan allemaal leuke foto's bewerkt. Dus eigenlijk gebruik ik altijd voor filters de Fiasco Cam. Nou, PicsArt kent iedereen ook wel. Die gebruik ik ook wel eens voor een collage of gewoon een sticker of iets. En nou ja, dit zijn ook allemaal dingetjes. En Snapseed. En Snapseed gebruik ik gewoon, even kijken, nou, bijvoorbeeld deze. Ik heb net mijn nagels gedaan. Niet voor de filters, maar dan ga ik naar tools en dan ga ik hier allemaal dingen voor gebruiken. Om het scherp te maken, om het licht op de belichting te stellen. Dus dat doe ik allemaal. En ja, voor de rest gebruik ik niet heel veel. Al vind ik deze wel heel vet. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Huji. Huji of zo. Nou, in ieder geval, je hebt hier een camera. En hier een zwarte ronde knop. Daar klik ik op. En heb je een foto gemaakt. Maar ik vind het wel chill om gewoon groot te zien. Dus ik klik even op die camera wat ik net deed. En nou, ik maak even zo'n foto van iets. Zo, foto gemaakt. Dan ga je naar lab. En dan zie je hier de foto. En dan is die ook al gelijk bewerkt. Zeg maar dat paarsige wat heel veel mensen nu tegenwoordig doen. En dat gaat dus, dat doet hij zelf. Dus dat is gewoon die app Huji. En ik vind het wel heel erg vet en tof. Dus dat. En ja, ik heb 1 tip voor jullie voor je Instagram feed. En dat is preview. Daar kun je zelf foto's in stoppen. En dan kun je kijken wat bij elkaar past en schuiven. En dat gebruik ik dan ook een beetje. Maar de laatste tijd post ik een beetje wat ik zelf wil. Dus dat is even een belangrijke app. Misschien een leuke tip voor jullie. Preview. Met die collages. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik op mijn mobiel heb staan. Ik gebruik het vooral voor social media en foto's bewerken. En die overige map. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Er was heel veel vraag naar en ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dit was mijn What's on my iPhone 7 Plus. Ik ben heel erg van dat ik dingen verander en verwijder en weer andere apps toevoeg. Dus dat gebeurt ook heel erg vaak of even mapjes verander. Dus dat, het is niet altijd dit standaard. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie tot de volgende video. Doei doei!